De stuurgroep vaccinatieprogramma wil meer in contact zijn met burgers en één op één gesprekken met hen voeren. Angela van der Kooijen is communicatiecoördinator van het vaccinatieprogramma. En zij zegt dat de stuurgroep in de komende periode daarom zal roleren tussen het perscentrum van het kabinet van de president en verschillende buurten. De stuurgroep was gisteren voor haar eerste persconferentie van 2022 in het wijkcentrum van Sophiaslust. In de komende periode zullen wij dus de wijken aandoen voor een persconferentie. En ons gezelschap zal vergezeld zijn van een mobiele unit en zorgpersoneel dat meteen informatie kan verstrekken en indien gewenst vaccinaties kan toedienen. De persconferenties krijgen dus een ander karakter en zijn dus elke donderdag om 5 uur. Van der Kooijen zegt ook dat in de komende periode het strategisch plan van het vaccinatieprogramma breed zal worden besproken met alle actoren in het veld. De onderlinge afstemming en samenwerking op verschillende niveaus is cruciaal voor het implementeren van dit plan. De afgelopen periode zijn wij hier ook heel druk mee bezig geweest. Vandaar dat ook onze laatste persconferentie in december is geweest. We hebben geëvalueerd. We zijn steeds in gesprek met alle actoren in het veld om ervoor te zorgen dat de visie die er is over het COVID-19-beleid en het vaccinatieprogramma, dat we het zodanig implementeren dat wij elke dag levens kunnen redden. We willen met z'n allen terug naar een verantwoord sociaal, maatschappelijk en economisch leefklimaat, waar wij samen veilig kunnen leven, veilig kunnen wonen en veilig kunnen werken. Uw aandeel hierin is erg belangrijk om dit doel te bereiken. Suriname, wij hebben al te veel verloren. Bedrijven zijn over de kop gegaan. Familieleden zijn we kwijtgeraakt. Gezinnen zijn uit elkaar gerukt. En de mentale gezondheid van onze medeburgers gaat eraan. Van der Kooijen roept de samenleving op hun verantwoordelijkheid te kennen en de juiste keuzes te maken over hun eigen gezondheid.